We zijn hier in hal 25, dat is de broekplaats van Alkmaar. En we gaan hier met een nieuw programma van de Tourmeebus. Gaan we 6 VIP-gasten, Very Inspiring People, gaan we interviewen. Over hun persoonlijke drijfveren en hun idee voor een mooie toekomst. Natuurlijk gebaseerd op de Global Goals, Sustainable Development Goals. En Sterre Weldering gaat muziek maken. Ze heeft een eigen nummer gemaakt, gebaseerd op deze doelen. Weet je, deze heeft mijn voorkeur, maar ze zijn allemaal relevant. En ik denk dat steeds meer ondernemers, en dat zie je ook aan de jonge start-ups, steeds meer beseffen dat zij meer willen terugdoen voor de omgeving waarin zij leven. En dat het meer in hun DNA zit. Voor de kunst, dat doe je niet omdat je er wijs van wordt, financieel gezien. Dat doe je gewoon omdat je het nodig vindt. Van oké, en wat is dan succesvol? Kijk, het oude succesvol was zeg maar... goed geld verdienen, groot groeien. Een bepaalde tevredenheid, ja, het gaat goed, maar het kan altijd beter. Hè? Ja. En er zijn altijd aandachtspunten. Maar we zijn op de goede weg. Laten we het positief houden. Als het donker wordt. Lijkt het allemaal soms zo ver weg. Ja. Wat gebeurt er met je? Ik moest heel erg aan mijn moeder denken. Ze heeft alles geprobeerd om haar plek te vinden hier. En ze had wel Nederlandse vrienden. Het is niet onmogelijk, maar het is wel moeilijk om... omdat het ook hier zo'n klein land is... Veel te maken gehad ook met toch wel discriminatie. Mijn moeder zorgde voor ons en mijn vader was heel fanatiek en heeft op een gegeven moment een eigen restaurant geopend en die wilde echt er wat van maken. Ja, je bent je er niet zo bewust van als je klein bent. Maar later, als je dan zelf in de 20 bent, dan kijk je daar weer heel anders tegenaan. Denk je, ja, waar kwam dat nou eigenlijk door? En ik denk dat een van de grootste redenen is dat hij zo ontzettend depressief is geworden doordat hij toch op de een of andere manier zijn draai in Nederland niet kon vinden. Daarom ben ik ook begonnen met theater als actrice, presentatrice. Je wilt een verhaal brengen. Ik heb het nooit zo gezien dat ik gewoon mijn verhaal kan vertellen zonder dingen eraan vast, maar gewoon een verhaal. Ga je doen? Ja! Waren we 15 vaders, gingen we hier vanuit de moskee, gingen we de wijk in, jongeren aanspreken. Maar denk erom, als je wat doet, dan kan je een probleem mee krijgen. Ja. En toen begon ik op een latere leeftijd eenmaal mezelf open te stellen en ook echt om hulp vragen en erkennen waar het fout ging bij mij. En nou ja, mijn leven is enorm verbeterd sindsdien. My tendency to passively flow for Fortnite. Never would have worked in my balloon. In de groep toch vaak met wijk... wijkwerkers. Ja. En dat zal misschien ook niet zomaar weer terugkomen. Maar misschien in een nieuwe stijl. Ja, er liggen wel hele interessante mogelijkheden. Ik ga die uitdaging aan, dat is geen probleem. Ja. Ik zou zomaar Jan schudden, maar dat gaat niet. Maar dat doe je tegenwoordig zo, dat doe je gewoon lekker zo tegenaan. Ik wil me ervoor in zitten, absoluut. Ja hoor. Ja, gaan we dit doen? Ja, ik wil me ervoor in zitten, ja. Gaan we aanpakken? Ja, zo is het.